SCAC in de witte shirts op bezoek bij Pinoquet. Dit is de eerste minuut van de wedstrijd. Goede stiel van Bente Jager. Paas op Tessa Beetsma. En die krijgt de kans op de openingstreffer. Maar haar schot gaat net naast het doel van Elodie Picard. De nieuwe keepster van SCAC, overgekomen uit België. Kansje dus voor Pinoquet na een bliksemstart. Maar dan is het SCAC dat het initiatief grijpt in dat eerste kwart. Hier een goede paas richting Noor Knoop. Zij kwam over van Huizen. En Knoop gaat hier door en forceert de eerste strafcorner van de wedstrijd. Bal komt op de voet bij een verdediger van Pinoquet. Maar uit de eerste strafcorner zou niets komen. Dan weer SCAC met een goede combinatie tussen Pien Dieke en Jibby Jansen. Haar schot in de korte hoek. Makkelijke prooi voor Kiki Gunneman, de keepster van Pinoquet. Brunsveld. Paas op de jeugdige Floortje Middelmos. Paas in de cirkel nu. Inzet Winter en uiteindelijk backhand van Maud van de Heuvel. Maar die gaat 2 meter naast het doel van Gunneman. Wel weer een goede aanval van SCAC. Dan in het tweede kwart is het initiatief volledig bij Pinoquet. Dit is een goede counter van de ploeg van coach Daan Sabel. En hier Maria Steensma met de kans op de 1-0. Maar een backhandje gaat 1,5 meter naast het doel van Picard. Goede actie van Maria Steensma. Dan hier weer geklungel bij SCAC. En weer een kans voor Bente Jager dit keer. En ook haar schot gaat net naast het doel van Picard. En ze hadden eigenlijk al 2-0 voor Pinoquet moeten staan. Maar die 1-0 komt er toch, want dit is een prima stiel van Bente Jager. Gaat goed door, komt alleen op Picard af. Met haar push wordt mede dankzij de hulp van Picard de 1-0 voor Pinoquet. Doelpunt van Bente Jager. Hier nog een keer die actie. En ja, het is een beetje een ongelukkige actie van Picard. Maar uiteindelijk is het wel 1-0 voor Pinoquet. Dat het een prima tweede kwart speelde. Hier is het Pien Dieke, een van de internationals van SCAC. Bal naar de voorhand, maar schot wordt gekeerd door Kiki Gunneman. En de rebound komt op de voeten bij Jip Dieke, zus van Pien. Dan weer Pinoquet. Nog steeds in dat tweede kwart krijgt hij weer een kans. Het is Kari Stam met de inzet. Bal wordt verlengd door Rodenburg, maar de redding is van Picard tot 2 keer toe. En zo blijft het maar 1-0 voor Pinoquet, dat veel beter was in dat tweede kwart. Dan op slag van rust een strafcorner voor SCAC. De sleeppoes van Jibby Jansen. Makkelijke prooi voor Gunneman. En dan de rebound wordt tot lange corner verwerkt door Gunneman. Dit is de keepster van Pinoquet. Ruststand 1-0 voor Pinoquet. En dan moet SCAC natuurlijk wat gaan doen. Dit is de strafcorner variant. In het derde kwart levert de gelijkmaker op van Pien Dieke. Goede strafcorner variant. Jibby Jansen niet in het veld. Het is de flats van Laarhoven op Pien Dieke. 1-1 dus. Doelpunt Pien Dieke. En SCAC gaat door. Werd steeds beter in dat derde kwart. Dit is een goede actie van Dieke. Bal bij Maud van de Heuvel. Schotje wordt verlengd door Met de Winter bij de tweede paal. En zij brengt de stand op 2-1 voor SCAC. Hier dat voorhandschotje van de Heuvel. Maar prima geplaatst en Winter maakt daar de 2-1 voor SCAC. Dan de eerste en enige strafcorner voor Pinoquet. Wordt niet goed aangegeven, dus een schot van Murray. Maar dat wordt uiteindelijk verdedigd door SCAC. Levert geen treffer op. Blijft dus 2-1 voor SCAC. Dan in het vierde kwart strafcorner SCAC. Push van Jibby Jansen, maar weer een prima redding van Gunneman. Ja, Jansen lukt het niet tegen Pinoquet om te scoren. Blijft 2-1. Dan 5 minuten voor tijd haalt Daan Sabel, de coach van Pinoquet, de keeper eruit. Deze hoge bal van Jansen is goed door Richardson. En die vindt daar helemaal in de cirkel Maud van de Heuvel. Zonder keepster heeft zij geen problemen om de stand op 3-1 te brengen. Goed uitgespeeld deze counter van SCAC zonder keepster. En 3-1 wordt ook de eindstand. SCAC wint in Amstelveen van Pinoquet.